Sowieso leuk. Ik hoop dat ik niet zeeziek word. Dus ja, ik hoop dat dat allemaal goed gaat. En verder, ik kijk er vooral naar uit eigenlijk. Ja, ik heb er heel erg zin in. Het wordt weer een zeer verrassende race. Alleen die eerste 2 kilometer lopen, dat is altijd wel weer even een uitdaging, mag ik zeggen. Ja, want jou bent het echt een draver, vooral een sieler? Ik ben vooral een sieler inderdaad. En voor sielers, ja, die zien het toch het lauwst. Ga ik weer in het Fries. Maar het draven, dat is altijd weer even een opgave. Ieder jaar proberen we weer zoveel mogelijk te trainen om toch die 2 kilometer in de benen te krijgen. Maar het valt altijd weer tegen onderweg. 3, 2, 1. De strijd is los. De race wordt alweer voor de 30ste keer houden. De deelnemers moeten eerst 2 kilometer naar het centrum van Starem draven. Hier is de boten van de deelnemers, klaar om de IJsselmaar op te gaan. In totaal binnen er 26 teams die het meedoen om de non-stop race waarin Sielt draaft en fietst wordt. Dat doggen ze op IJsselmaar, het Waard, Texel, Vlieland, Skielge en in Haas. Vorig jaar wien er nog goed 50 deelnemers. Vorig jaar hebben we ontzettend harde wien gehad, dat het deelnemers kassen. Ik hoop zo dat dit een hele mooie schuttervaart wordt, want dat is alleen maar reclame voor deze race. En dat kunnen ze goed broeken, want de organisatie is op zoek naar nieuwe sponsoren. De belangrijkste sponsor, Schuttervaar, jouwt van Takkemier geen geld meer. Omdat het net goed gaat met de kranten. Ze maken zelfs meestal Dien en Jan. De naam Schuttervaar bleef, die hebben Fastline, de bleef Schuttervaar is. We hebben van hier exact als nieuwe hoofdsponsor gekregen. Ja, wij zullen op ziek maken, maten naar geld, want deze race kost een heel soort geld. Het zal een hele tour worden, maar wij zijn maar een heel leuk team en we hebben alle contacten. We zien je wel, we krijgen vaste sponsors.